Phonic City Rotterdam. En tot en met september kan je elke woensdag in de Wonderbar genieten van spot en relaxte uitgaansavond. Gaat het worden georganiseerd door Boogie Friday. En een van de mannen van Boogie Friday is ook DJ op deze warme woensdagavonden. Damoen van Boogie Friday, goedenavond. Yes, yes, goedenavond. Uitgaan op woensdagavond. Ja. Ja, terwijl je donderdag misschien nog heel vroeg op moet. Ja, misschien wel, ja. En misschien toch weer niet. Nee, precies. En de zomer is er weer, weet je. En we zijn er eigenlijk heel simpel op gekomen. Het huidige partyklimaat van Rotterdam voelt gewoon heerlijk aan. Er gebeurt van alles. Heel het weekend kun je van alles meemaken. Van hip-hop en jazz bij Bird tot techno in Perron. House bij Toffler. UK Sounds bij 26. Bar, noem maar op. Tot aan festivalletjes en de wat plattere gezelligheid in barretjes aan de Witte de Wit, Roadtown en nog veel meer. Ja. Veel meer komt er even niet zo gauw bij me op. Maar ja, wat vertel je toeristen als zij aan de receptie van zo'n King Kong hostel of nauw hotel vragen naar doordeweekse parties? Ja. Ja, er is niks te doen. Is gewoon veel te vaak, precies. Het is gewoon veel te vaak de voor de hand liggende. Ja, well, you can have a few drinks at Witte de Wit. Or you can go to Stadhuisplein. Terwijl er veel meer leuks gebeurt. En de gemiddelde zaak is meestal door de week niet zo heel erg ingesteld op uit je dak gaan met dope muziek. Maar wat gaat er op die woensdagavonden gebeuren dan? Neem ons eens mee, wat voor sfeer kunnen we verwachten? Ja, kijk, eigenlijk laten we met spot zien dat je midwekelijks gewoon los kan gaan in deze heerlijke stad van ons. Denk aan een chille, huiselijke, maar vooral gezellige party in een prachtig knusse spot in een van Rotterdam's meest gezellige centrumwijkjes. Wat voor muziek kunnen we dan verwachten? Nou, dat is ook weer heel gevarieerd. Als iemand Boogie Friday kent en wat we doen, dan weten ze precies dat het van alle kanten op kan gaan. We hebben normaal gesproken wekelijks een hele gevarieerde show bij Radio Brasa, The Frequency. En daar hoor je de meest dope nieuwe kwalitatieve sounds voorbij komen met een hele brede range. En bij Spot doen we het eigenlijk op diezelfde basis, maar in een toegankelijker jasje. Denk aan house, hip-hop, funk, UK sounds, techno, jazz, R&B. Ik kan nog wel even doorgaan, maar laten we erop houden dat het de voor ieder wat wil ze in ieder geval. Makkelijke soul is wat de basis vormt. Hey, trouwens, voor degene die, want we noemen Wonderbar, voor degene die dat niet kent, waar zit dat precies? Tot aan een tijd geleden kon je van de West Blaak skatepark in een klein steegje naar de Witte de Witstraat. En toen kwam Club Worm en toen werd de steeg eigenlijk een straatje. En op de hoek van Worm en Witte de Wit vind je nu de ingang van Wonderbar aan de Boomgaardstraat. Oh, okay. Dus je loopt naar binnen, de trap af en een knusse kelder in, dan ben je in je midwekelijkse spot. Maar waar ik dan een beetje bang voor ben, spot gaat tot en met september lopen. En wat gaan we daarna doen met die doordeweekse woensdag? Zoals de meeste mensen wel weten, organiseren we met Boogie Friday al een jaartje of drie de Scenario. Dat is de hip-hop en R&B party van onze stad. Hij vindt ongeveer eens per kwartaal plaats in Bird. En de volgende staat gepland op 23 augustus. Maar verder hebben we ook nieuwe activiteiten in de aankomst. Zoals een samenwerking met de klassieke instelling. Mag ik nog niks over vertellen. Een samenwerking met de Fresh Rotterdamse Festival. En een nieuwe clubavond. En ik heb waarschijnlijk al te veel prijs gegeven. Dus verder hou ik er mijn mond erover. Maar we zullen nog veel meer bekendmaken. Dus tot dan kunnen mensen naar de Facebookpagina. Dat is facebook.com/BoogieFriday. Boogie met de IE. En ik zou zeggen, like de pagina. Dan zien we je bij Spot en al het andere waar we Rotterdam jullie gaan dus, ja precies, jullie gaan dus heel veel meer doen de komende tijd met Boogie Friday. Ja. En uiteindelijk kunnen we dus concluderen dat het Rotterdam echt klaar is voor een feestje midden in de week. Ja, zeker. Behalve de toeristen, zeg maar. Als we het nodig. Ja, nee, maar als we de toeristen dan niet meetellen, zijn we er dan ook nog klaar voor? Ja, tuurlijk. In de zomer, je weet zelf, je hebt zoveel meer zin om even de deur uit te gaan. De zon vraagt er gewoon naar. Je hebt gewoon meer buiten nodig, meer de deur uit, meer van zaakje naar zaakje kunnen rennen. En dat is gewoon nodig. Mensen hebben meer kwalitatieve doordeweekse partyvertier nodig. Voor nu weten mensen dat ze in ieder geval tot midden september daar een goede spot voor hebben. Het gaan warme woensdagavonden worden dus. Tot en met september in Wonderbar. Spot, daar moet je dan zijn. Daboom, dankjewel. Graag gedaan. Of daarna, moet ik zeggen. Ja. En heel veel plezier vanaf morgen. Yes, dankjewel. Fijne avond. Jij ook.